wel een zorgelijke ontwikkeling dat nu in bibliotheken massaal boeken met Zwarte Piet wordt verwijderd. Want dat gaat volgens mij niet meer of je voor of tegen Zwarte Piet bent, maar dat je gewoon aan censuur gaat doen voor wat er wel en niet in een boek zou mogen staan. En dat vind ik een gevaarlijke kant op gaan. Kan de minister daarop ingaan of dat anders aan een van zijn collega's die daarover gaat vragen of daar een reactie over kan komen richting de Kamer? Kunnen bibliotheken zomaar bepalen dit mag wel en dit mag niet gewoon in een Nederlandse bibliotheek worden vertoond? Het tweede punt vind ik ingewikkelder, zeg ik eerlijk. Ik ga zeker niet over wat bibliotheken doen. Dat moeten bibliotheken zelf weten. Maar ik zie wel dat er maatschappelijk gezien een discussie is bij gemeenten, bij organisaties over het figuur van Piet de afgelopen jaren. Waar gemeenten, organisaties, ook detailhandel, winkels en ook bibliotheken keuzes in maken. En als ik heb daar geen opvatting over. En daar wil ik ook geen opvatting over hebben. Want dan heb ik het verlengde van de vraag van de heer Van den Bergen. Dan ga ik mijn opvatting aanmeten over hoe ik vind dat Piet eruit moet zien. En dan ga ik juist drukken op die polarisatieknop waar ik juist vanaf wil blijven, zou maar zeggen. En dat is aan de bibliotheken zelf. En punt. Ja, voorzitter, toch even. Want het vrije woord, de vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Dat constateren we hier ook met elkaar vandaag. Ik vraag van de minister absoluut geen mening over hoe Zwarte Piet eruit zou moeten zien. Dat is aan de samenleving. Maar ik maak me wel zorgen dan over het bibliothekenbeleid, waar ook Anton Kok vanuit de bibliotheekwereld zegt, ja, dat een groot deel van Nederlanders daar fan voor is, is geen reden, want sommige mensen zien het fascisme ook zitten. Een smal deel kan niet ons beleid bepalen. Dat lijkt er toch op, alsof er dan vanuit de bibliotheekwereld wordt bepaald wat er wel en niet wenselijk is in een boek. En ik vind dat een hele principiële discussie, die niet gaat over hoe Zwarte Piet uitziet, maar die ook gaat over het vrije woord en censuur. Dus wil de minister dit toch nog eens terugnemen in het kabinet, of het nou echt wenselijk is dat bibliotheken dus dit voor alle Nederlanders zo op deze manier kunnen bepalen, los van de Zwarte Piet discussie zelf?